Diverse bedrijven die belangrijke diensten bieden aan de samenleving hebben verhogingen doorgevoerd die per vandaag 1 november ingaan. Het gaat in deze om het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur, de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM en de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Voor wat betreft Telesuur worden alle diensten die zij levert aan de gemeenschap per vandaag verhoogd. In plaats van de koers van 12 SRD50 voor de Amerikaanse dollar, wordt nu de koers van de centrale bank gehanteerd. De verhogingen zijn in overeenstemming van de regering doorgevoerd. SWM hanteert vanaf vandaag een minimaal tarief van 25 Surinaamse dollar voor watergebruik. Voor thuisgebruik is het watertarief van 2 SRD 71 Surinaamse dollar gegaan naar 3,38 Surinaamse dollar. Grootgebruikers zullen nu 18,47 Surinaamse dollar in plaats van 13,31 Surinaamse dollar betalen. Het ligt in de bedoeling dat de verhogingen die bij de SWM moeten komen gefaseerd worden doorgevoerd. In november 2024 moet het eindtarief bereikt zijn. De drempelkosten van de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP zijn per vandaag ook verhoogd. In het vervolg zullen personen die zich begeven naar de spoedeisende hulp 300 SRD betalen aan drempelkosten. Voor 60-plussers geldt er een gereduceerd tarief van 200 SRD. Deze verhogingen zijn volgens deze dienstverleners doorgevoerd om de bedrijven en hun dienstverlening te blijven garanderen.